Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend vroeg zien we opklaringen boven Nederland, maar ook een paar wolkenvelden. En op de Noordzee zit veel meer bewolking en die wolken trekken in de loop van de ochtend het land binnen. Vanuit het westen krijgen we dus met meer bewolking te maken en er valt ook van tijd tot tijd regen en motregen uit, vooral in het westen en zuidwesten. Elders slechts een enkele bui, ook af en toe zon en vanmiddag breekt ook in het westen af en toe de zon weer door. Temperaturen 16 à 17 graden in het noordwesten, 18 à 19 graden in de rest van het land. Vanavond nog een enkel buitje, maar ook opklaringen. en De temperatuur daalt dan tot rond 15 graden. Morgen is het vaderdag en dan krijgen we heel behoorlijk weer. In de ochtend nog een paar wolkenvelden, maar al wel droog. En in de loop van de dag gaat er steeds meer plaatsen de zon schijnen. In de loop van de middag wordt het zelfs ronduit zonnig in sommige regio's. Niet heel warm, 16 tot 19 graden. Maandag wordt het wel warmer, 20, misschien zelfs 23 graden langs de oostgrens. Maar in de loop van de dag gaat het vanuit het westen wel weer regenen. Dinsdag trekt dat regengebied weg, komen we opnieuw rond of boven de 20 graden uit. En woensdag wordt het plaatselijk 25 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.